jongens, ik ben... Alice in YouTube-land. En zoals jullie de afgelopen weken hebben gezien, was ik een redelijke smartphone-junk. En nu heb ik een jeugdverpleegkundige erbij gehaald die met mij gaat bespreken of ik de enige ben. En ik hoop heel erg van niet, want dan schaam ik me iets minder. Dus ik ga haar er nu bij halen. Ik ben hier met Lindsay en we willen vandaag... dit moet opnieuw. En... Nee, ik ben Alice. Hou op. Ik ben hier met Lindsay. En vandaag gaan we het hebben over mijn bevindingen na mijn telefoonloze week. En hoe dat bij andere jongeren gaat. Heb je vaak jongeren die dan daar klachten over hebben? Je hoort veel van jongeren natuurlijk dat ze met hun smartphone bezig zijn. Ja. En dat is op zich logisch. Want een smartphone is natuurlijk ook een handig iets, hè. Maar je hoort ook wel soms dat jongeren inderdaad het lastig vinden op een goede manier mee om te gaan. Of dat ze eigenlijk vinden dat ze er misschien te veel mee bezig zijn. Of dat je er andere klachten van krijgt. Ja. Maar heel vaak is het ook zo dat jongeren misschien niet doorhebben klachten die ze hebben, dat dat te maken kan hebben met je smartphone. Ja, dat had ik ook. Je krijgt natuurlijk heel veel invloeden op een dag. Een soort van veel extra invloeden die je eigenlijk vanuit de echte wereld niet hebt. Maar heel veel dingen zijn ook onbewust. Ik had dus in mijn vorige video dat ik zei van... Kijk dan, je ziet alles op mijn huid, man. Gadver. Het lijkt net alsof ik helemaal onder zit. Ik vind het echt niet fijn. Maar dat komt puur omdat je heel veel ook op Instagram bijvoorbeeld heel vaak ziet van heel veel mensen zullen niet een puistje laten zitten. Je bent jezelf continu aan het vergelijken met die mensen die dan iets posten. Je zegt het is geen stress, maar het kan ook wel stress zijn inderdaad. Ja, je precies. Van wow, die ziet er mooi uit. Of wow, die heeft dit gedaan. Mm-hmm. Of die heeft echt een gave vakantie gehad. Dat legt natuurlijk wel een bepaalde druk op een bepaalde lat dat je denkt. Vooral bij jongere meisjes, bij jongens natuurlijk ook. Iedereen wil natuurlijk ook leuk gevonden worden of zo. En als je dan een bepaald aantal likes hebt, voor sommige mensen denken ze dan dat dat iets zegt over hun. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is natuurlijk ook wel fijn om bevestiging te krijgen. Maar moet je daar afhankelijk precies van zijn? Precies. Ik weet niet hoe jij dat... Ja, toen ik een paar jaar terug veel minder volgers had dan nu, kreeg ik wel 4 keer zoveel likes. En dat komt dan ook door het algoritme, maar aan het begin dacht ik dan, oh, dus mensen vinden me minder leuk. Oh, mijn foto's zijn minder interessant. Oh, zijn mijn captions niet leuk genoeg? Allemaal dingen waar ik eigenlijk niet over na wil denken. Als iemand anders het aan me zou vragen, ben je daar onzeker over? Zou ik zeggen nee. Maar als ik dan zelf bezig ben, dan denk ik van, oh ja, toch wel. Waar ik wel benieuwd naar ben, heb jij in die week zonder telefoon anders gevoeld dan... In een week met telefoon? Qua gewoon hoe je in je vel zit? Aan de ene kant was ik af en toe er paniekerig om, maar naarmate ik verder in de week was, dacht ik alleen maar meer van, oh, het is eigenlijk alleen maar goed, want ik kijk veel meer om me heen, ik heb veel meer door wat er om me heen gebeurt. Maar bijvoorbeeld geen muziek hebben, dat vond ik ook echt heel irritant. En dat is natuurlijk ook een van de positieve dingen van een mobiel. Dat zit er ook leuke kanten. Het is niet alleen maar slecht. Ja, precies. Het feit dat ik het eerder niet kon doseren, zeg maar. Precies. Dat was waarom het niet goed was. Maar dat is niet de schuld van die telefoon, dat is mijn schuld. Wat jij straks zei ook, dat je bang bent dat je dingen mist of zo. Die stress, dat je continu bij wil blijven, dat is natuurlijk ook wat je vaak naar je telefoon trekt. Want ik moet op de hoogte blijven. Ja. Weten wat mensen doen, ik moet weten wat leuk is. En nu heb ik heel erg van, I don't care. Ik heb ook de afgelopen week allemaal accounts ontvolgd op Instagram. Dat ik dacht, vind ik dit echt boeiend? Nee. Oké, weg. Mensen hebben heel erg op social media, als ze het niet zien, dan is het er niet. Nee, en datgene wat je wel ziet is vaak iets wat heel mooi is of interessant. Of gaaf. Als je 10 selfies maakt, dan ga je natuurlijk wel even kijken van... Welke de beste wat is. Wat is de mooiste? Waar sta ik het leukste op? Ja. En dat doen anderen natuurlijk ook. Dus wat wij van anderen zien is ook vaak gekleurd. Hè? Het wordt de laatste tijd. Is het wel meer dat mensen steeds meer een beetje unfiltered gaan. Dat ze wat eerlijker zijn. Het wordt steeds meer normaal om dat te doen op Instagram, heb ik het idee. En op YouTube ook. Veel mensen vinden dat soms ook fijn om te zien van, die voelt zich dus ook wel schoon goed. Ja. Dat is ook gewoon goed om te weten. Mm-hmm. Ik weet nu, inmiddels, na jaren social media, weet ik heel goed wat voor mij goed is om wel te volgen en om niet te volgen. En dat is ook goed om te kijken van, wat jij zegt, hè, dat je een beetje kritisch gaat kijken van, waar word ik nou blij van? En wat maakt me misschien juist gestrest? Kijk, ik maak nu natuurlijk 6 jaar video's en je gaat natuurlijk door allerlei stadia heen en je gaat jezelf vergelijken met allemaal mensen. Dat is natuurlijk niet alleen op social media, dat kan ook op werkvlak zijn of op school. Ik denk dat je hele leven te maken hebt, van jongs af aan tot wanneer je heel oud bent, dat je denkt van, die is beter in dit of die is beter dan dat. Ja. Iedereen vergelijkt zichzelf en is bezig met beter worden. Vooral door social media denk ik dat mensen niet meer zo snel tevreden kunnen zijn. En het is wel een mooi tip ook wat jij zegt, van dat je heel bewust gaat kijken naar van wat je wel hebt. Hè? Ja. Ook als je bang bent dat je iets hebt gemist of zo. Dat je dan kijkt van, maar ik heb toen een andere keuze gemaakt. Wat leverde dat dan wel op? En dat je probeert om daar je aandacht op te richten. Ja, maar het kan natuurlijk ook niet altijd feest zijn. Dat moeten veel mensen ook inzien. Nee. En het lijkt altijd leuker bij een ander. Als je kijkt op social media. Hij was weer gestopt met filmen. Waar was ik nou?
Iedereen heeft zijn eigen leven en dat moet je gewoon invullen op de manier waarop dat voor jou het beste is. Voor mij is het bijvoorbeeld op dit moment goed om gewoon niet meer zoveel op die telefoon te zitten. Ik heb niet eens meer zoveel dat ik FOMO heb of dat ik denk, oh, iemand anders heeft het beter. Ik heb gewoon dat ik heel snel denk, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Het voelt voor mij als tijdverspilling op dit punt, zeg maar. Ik wil gewoon meer uit mijn dagen halen. En hoe zorg jij er nu dan voor dat je dat niet doet? Want heel veel mensen nemen zich dat voor, hè? Van oké, ik ben nu echt minder met mijn telefoon. Ja, Ik leg hem nu bijvoorbeeld gewoon aan de andere kant van de kamer. En juist die meldingen, wat jij ook zegt, hè? Ja. Of die notificaties. Ja, die kan je uitzetten. Dat is precies, en dat kan soms helpen, want juist die meldingen die maken het zo verslavend, hè? Want ja, je ziet gewoon zo'n dingetje en je wil dat weg hebben. Ja, daar krijg je een goed gevoel bij, dat is een stofje in je hersenen wat dat doet, zeg maar. Ja. En dat geeft dat prettige gevoel en dat is een gevoel wat je vaker wilt hebben. En dat zorgt ervoor dat je ook weer vaker dan... Ja, dat is de drug, zeg maar. ...datgene gaat doen. Ja. En ik vond het ook wel mooi wat jij zei in je vorige video van... Waarschijnlijk, als ik mijn telefoon nu had, had ik dat niet eens gezien. Want dan zat ik weer met mijn bek in dat ding. Zie je natuurlijk ook veel op school, bijvoorbeeld in de pauze. Ja. De meeste zitten toch op een telefoon, terwijl er ook heel veel leuks kan gebeuren zonder. Ik denk altijd dat mensen continu op dat ding zitten omdat ze niet eenzaam willen zijn. Maar dat het juist ook weer zorgt voor veel eenzaamheid. Dat iedereen alleen maar daarmee bezig is in plaats van met elkaar. Dat is eigenlijk een beetje het tegenstrijdige van social media. Het hele begrip social klopt eigenlijk helemaal niet, want er is niks sociaals aan. Nee, zo sociaal is het, ja. Ik zal nooit zeggen dat ik mijn telefoon niet meer nodig heb. Nee, ik heb zit ook handige functies op van je agenda of je huiswerk. Het hoeft niet je zo zwart-wit te zijn inderdaad. Maar ik wil niet meer afhankelijk. Je wilt niet meer je leven om je telefoon heen. Nee, toen ik hierheen kwam dacht ik, ik ben wel blij dat ik mijn telefoon heb, want ik heb Google Maps. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik met zo'n kaart zou lopen. Ik denk dat niemand van mijn leeftijd weet hoe je met een echte kaart... Zijn er niet goed in. ...ergens komt. Ik zou het niet weten. Is dat een soort millennial problem, denk je? Nou, het is natuurlijk best wel een nieuw probleem, hè? En daarom is ook dat we nog niet goed kunnen vaststellen van wanneer ben je nou verslaafd aan een smartphone of niet. Maar over het algemeen is het zo dat als telefoon of je gebruik daarvan je belemmert, zeg maar, in je leven. Dus het heeft bijvoorbeeld een negatief effect op je vrienden, of het heeft een negatief effect op je schoolprestaties, of hoe je in slaap valt bijvoorbeeld. Dat is ook iets wat ik heel vaak hoor. Ja, dan moet je wel nadenken van, hey, is dit nog gezond voor mij? Want heb jij zelf iets gemerkt aan hoe je in slaap viel, of hoe je sliep in de week dat je geen telefoon had? Ik had de laatste paar dagen was ik heel druk bezig met school, dus dan was ik gewoon tot laat bezig met school en dan ging ik gewoon gelijk naar mijn bed. Maar bijvoorbeeld de nog rustige dagen, dan ging ik gewoon een beetje lezen of zo, maar vaak had ik dan toch dat ik zo gaar was dat ik gewoon ging slapen. En ik denk dat ik elke dag aan het einde van de dag gewoon wel echt moe ben en eigenlijk wil pitten. Maar normaal ga je dan toch nog, oh, ik ga even dit. Oh, ik ben even een spelletje aan het doen. Ik doe maar even een potje. Dat soort dingen. En dat kon nu niet. Ondanks dat al die prikkels van die telefoon weg waren, had ik zelf weer heel veel dingen waar ik over nadacht. Waardoor ik aan het einde van de dag gewoon wilde gewoon pitten. Ja, misschien is het ook tof dat je dan zo'n uitdaging doet en laat zien van, hé, wat doet het nou met je? En zet je wel echt aan denken, merk ik. Ja, continu. Ja. En nog steeds is wel ook mooi dat je daar wat bewust over nadenkt. Ja. De mobiel is natuurlijk super vanzelfsprekend voor ons als jongeren. We hebben denk ik nog wel een paar tips. De eerste, social media is leuk, maar het moet entertainment blijven. Je moet er niet nerveus van worden. Tweede tip, als je nou niet goed slaapt omdat je zo verslaapt bent aan je telefoon. Ik zei verslaapt. Twee, als je nou zo verslaafd bent aan je telefoon dat je hem zelfs de 10 tellen voordat je gaat slapen niet uit je handen kan houden, leg hem dan gewoon buiten de kamer. Koop gewoon een losse wekker, stel die in. Of stel je wekker wel in op je telefoon, leg hem aan de andere kant van de kamer zodat je gedwongen bent om je nest uit te komen. Heb jij nog een tip? Dat je eens een keertje op je mobiel gaat bijhouden van waar ben ik nou mee bezig. Zo komt heel veel van die apps waarbij je kan zien aan het eind van de dag van hoeveel uur je waarop hebt gezeten. Soms is dat best interessant om eens te kijken van hé, waar besteed ik mijn tijd aan. Ja. En wil ik er ook zoveel tijd aan besteden. Social media is iets wat je veel aan het denken zet. Maar wat je denkt kan ook invloed hebben op je gezondheid natuurlijk. Brengt het stress? Word je er nerveus van? Ga je er slecht door slapen? Heb je nou klachten of wil je het daarover hebben? Dan kan je altijd een gesprek aangaan met een jeugdverpleegkundige. Of je kan naar jouwGGD.nl gaan. Die link staat nu in beeld. Je kan anoniem chatten of mailen. En er zitten verpleegkundigen en artsen die met je mee kunnen denken van waar je tegenaan loopt en waar je vragen over hebt. Dus wees welkom. Maar iedere school heeft ook een jeugdverpleegkundige. Mm-hmm. Dus als
als je gewoon eens een keer een gesprekje wil over je mobielgebruik. Niet met je ouders, maar met iemand anders. Nou, dan kan dat. En je kan natuurlijk net zoals ik gewoon proberen een week zonder telefoon te gaan. Trust me, je gaat er heel veel nieuwe inzichten uithalen. En wellicht ben je daarna minder verslaafd. Zal ik nog even mijn social media dan even in beeld zetten? Als je toch heel veel op je telefoon wil zitten, volg dan. Ga dan maar mij volgen. Ik ben natuurlijk inmiddels een ervaringsdeskundige. Dus stuur me lekker alle berichten en vragen die je wil. Dan was dat de video. En dan zeg ik voor nu, toedeloedels.